de Supergamers. Bij deze goede middag, avond is het. En ja, we nemen dit in de avond. We gaan, en dat is dan regenboog van, ja, deze serie doen we met verschillende Oliver's kan. En dan gaan we even onze spelers introduceren. Dus, en op rechtsachter hebben wij... Oké, het gaat wel heel snel allemaal, sorry. Ik kan het met mijn mond niet eens bijhouden wat ik allemaal doe. Dus ja, zo. Ja, gaat allemaal heel snel. Nou ja, we hebben in ieder geval een heel team in elkaar geknutseld. Nou, het is niet de meest denderende opstelling natuurlijk. Maar ja, we hebben 100 chemistry. Bij deze serie is de bedoeling dat we de team van hogere spelers en in vormpjes moeten gaan voorzien. Dus dat doen we op een paar manieren. Dat doen we door punten. Dus we hebben bijvoorbeeld een punt. En met dat punt... We kunnen punten verdienen bij wedstrijden. Sorry, vergeet allemaal wat ik eerder heb gezegd. We kunnen punten verdienen. Dus bijvoorbeeld 1 punt als je verliest. 2 punten als je wint. Of als je gelijk speelt, 3 punten als je wint. Per doelpunt krijg je een half punt. Dus stel je hebt 2 doelpunten, heb je 1 punt. 4 doelpunten, 2 punten. Nou, ga zo maar door. Ja, dus stel als wij 3 punten hebben, of 3 doelpunten hebben gescoord, hebben we natuurlijk 1,5 punt, dat kan niet, dus ronden we het af naar beneden. Hadden we maar beter ons best moeten doen, dus zeg maar ons nadeel dat we minder, ja, doelpunten hadden, dus. Ja, dus bij, als je hem van brons naar zilver wil upgraden, kost dat 2 punten. Nou, sommige spelers die hebben dan ook gewoon nog een gouden positie. Nou, dat kost 3 punten. En als ze geen gouden competitie in deze dingen hebben. Ja, in deze. Geen gouden spelers in deze competitie hebben op die positie. Dan kost de special card op die positie. Kost dan 3 punten. Nou, zo gaan we het eigenlijk opbouwen. En ja, gaan we eigenlijk beginnen. Nou, we spelen een online enkele wedstrijd. En omdat je hier niet met promotie zit en al dat gedwang van hoe haal ik wel genoeg punten. En hier is de matchmaking wat beter en dat is wel fijn. Ja, het duurt een beetje lang tegenstander zoeken. Nou ja, we hopen dat jullie de serie leuk vinden en dat jullie natuurlijk abonneren op ons kanaal. Ja, dat is natuurlijk altijd wel leuk. Hij heeft nog steeds geen dingen gevonden. Ah, duurt lang. Oh, hij heeft er eentje gevonden. Oh, maar de vertraging. Oh mijn god. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Want ja, zo spelen is echt niet fijn. Dan gaan we weer eventjes op doorgaan drukken. En dan gaan we maar weer even een nieuwe tegenstander. Dan zijn er trouwens nog een paar regels die ik ben vergeten uit te leggen. Als we een hattrick scoren met 1 speler, is het nog een punt. En als de tegenstander rage quit, krijgen we ook nog een punt. En als de tegenstander rage quit in de eerste helft, is het 2 punten. En in de tweede helft maar 1 punt. Ja, even wachten op het tegenstander natuurlijk. Duurt allemaal lang. Ja, ja, duurt lang dit. Zo. Duurt erg lang. En dan wil ik jullie zeggen dat dit een hele dure serie wordt. Het gaat me heel veel tijd kosten en heel veel coins. Dus dat vind ik wel even dat abonneetje en die dingen waard, hoor. En die likes. Ja, als het niet lukt, kunnen we wel een Divisie 10 online wedstrijd spelen. Nog nooit, ja, ik heb eigenlijk niet echt heel vaak Ultimate Team gespeeld. Ja, wel eens om een goud, that's it. Is that the whole man? Okay.
Hallo? Ja, hij doet het weer. We moeten dat ding uit hebben, die muziek, want dan hoor je echt alleen muziek. Hoe kan dat? Niet. Je Echt? hoort geen niet alleen muziek, omdat ik er heel hard overheen probeer te praten. Ja, ga door. Ik vind het echt een goede nummer. Ik heb het niet echt over. Ja, we hebben een tegenstander. Ja. Oké, let's go. Hij heeft een mooie Juventus. Kitje, ik ben benieuwd wat voor soort team hij heeft. Als hij maar eventjes op gereed wil drukken. Ik denk dat hij voor Sergio Ramos is. Want Sergio Ramos heet op Instagram S3R Sofia. Alex Hunten, nou op zich een prima team. Maar niet heel denderend. Alex Hunten staat niet op chemistry. Ja, ik weet niet wat ik van het team moet zeggen. Hij heeft Immobile, dat is natuurlijk ook niet de beste spits die er is. Maar voor de rest zal die best een Dit prima is echt teampje zo'n hebben. wedstrijd die alle kanten op kan. Geen Nou, idee wie let's er daarna go. van de Dan gaan we kant maar komt. even Maar deze daar komen we wedstrijd zelf wel achter. beginnen. We zijn begonnen. Het thuisspelen in Oké. deze opstelling van start. Er is vandaag gekozen voor 4-4-2. Misschien wel het meest Ja, hanterende systeem van is een de ploeg. beetje de ruimte Ja, zoeken even in de natuurlijk. traditionele variant. Hè, En dan mooi in het daar zogenaamde naartoe. combi-track. Ja. Met eigenlijk de alle Het middenvelders zijn op een natuurlijk rij heel veel gestart om bronzen tijd te kunnen spelers. verdelen op fietsers die Ja, er die zijn. hebben natuurlijk niet de kwaliteiten. En gaat hij op pauze drukken? Gaat hij rage quitten? Zou natuurlijk mooi zijn. Want dan is het eigenlijk officieel een overwinning. Want ja, we winnen eigenlijk wel. Dus krijgen we en die 3 punten. En die punt van de rage quit. En die 2 punten van de rage quit in de eerste helft. Dus ja. Dat zou wel mooi zijn. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede Ja. tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Dus ja. Knap veroverde de bal daar op het middenveld. Dus ja, dan gaan we dat maar even doen. Ik haat het als een tegenstander tegen me gaat praten. Ik heb hier een gezellig Spaans gesprek met mijn Breed tegenstander. gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. Rustige opbouw, ze Zal ik zoeken in een gat in Spaans de tegen hem gaan verdediging. sp Oh, hij is Bal, hij Itaal, gaat schieten, probeert Italiaans. de bal al dichterbij No, te I don't komen. speak Italians. Net op tijd onderschept. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval Maar wordt ja, afgeslagen. ah, Die damn bal it. geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. De Lofeu. Oh, echt zo Immobile. irritant Gaat hij voor dit. een Maar ja, schot de of wil hij tegenstander is dan dus een weer beetje uit de grappig voet tegen zelf me aan het creëren? praten. Hij is er Ik weet niet bijna. of jullie dat De horen, maar verdediger zorgt dat de bal hij het zegt doel allemaal niet bereikt. grosso, grosso. Ik heb volgens hem squadro forte. Mario Rui. De Lofeu. Echt, echt, die gekke Italiaan hier. Alex Hunter. En wat wordt daar Ja, het is echt heel geverdedigd, zeg. irritant. Maar ik vind Dit het zal eigenlijk wel ook zijn aan de dag ene kant kunnen ook wel worden. weer grappig. Heel mooi die steekpas. Waarschijnlijk heeft hij. Hunter met de bal. De Lofeu. Forte, forte, Ja, dat concho, kan gevaarlijk bomama. worden. Gaat hij schieten? Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt. Kom daar de voorsprong aan. Je zou haast Oké, denken van wel. maar ja, hij is dus best Een corner irritant. Hij die zit gaat allemaal in het nemen. Italiaans. Waarschijnlijk tegen mij. Hij zit waarschijnlijk allemaal in het Italiaans tegen mij te praten. Tegen mij, ja, boeit mama ook echt niet. Dus ja, hij vraagt zich ook echt af in welke taal ik zal praten, maar dat boeit me allemaal niet. Ik vind het wel geil. Netjes verdedigd, maar wel een inworp. Hij praat echt onzin, jongens. Zo, heb ik nog nooit gehoord. Ja, hij komt Echt voor wel een ooit lul deze is minuut deze in de gast. goal. Oh, wacht, Gaat mag ik hij niet zeggen, uithalen? Juju.
Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Penalty scheid. Immobile. Oh, hij zegt dat wij een sterk team hebben. I speak English. El Sharawi. Yo, Alex Hunter is very bad. Hier wordt goed gepaast hoor. Ze weten elkaar goed te vinden, maar bereiken niets met het rondspelen. Kotka tapio junta. Pirlo is very bad. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Pirlo kan niet rennen. Echt, deze man die zit echt onder tegen mij te praten. Dat is niet normaal. Hé, klootzak, je kan toch geen Nederlands, lul. He got cancer. Yes, okay. I understand. Is it me where you're looking for? Just rage quit, alright? Please, just quit the match. Bye bye. Volgens mij ben ik aan het onderhandelen over een rage quit van hem. Ja, Ilja is echt een legende. Oh. Jongens, ik heb zojuist even geregeld dat hij even ging rage quit. En dit vind ik wel echt heel leuk voor ons. Hoppa, dat zijn 3, 4, 5 puntjes in de pocket. Zo kun je niet zijn. Nou, agora matro. Nou jongens, het is natuurlijk even tijd voor de upgrade. Nou, ik denk dat wij even kijken een centermidje gaan upgraden. Centermid. En hij heeft wel 80 physical. Ik weet niet of ik hem... Je moet even gewoon op zilver en dan Alves kan en dan centimet zoeken. Dat helpt. Nou jongens, dan gaat onze eerste 2 punten als het goed is. Ja hoor, daar hebben we hem. En dan hebben we nog, even kijken, 3 punten over. Dan kunnen we, ik denk, onze rechtsachter. Daar hebben we onze rechtsachter en dan hebben we nog maar 1 puntje. Daar kunnen we niks mee, dus die gaan we even bewaren tot volgende keer. En het was wel geinig, want ik had een gekke Italiaan. En zijn broer die had kanker. En dat lieg ik echt. Hij zei, I have to go because my brother has cancer. Ja. Ja. En toen zei ik, bye bye. En toen bleef ik maar pauze drukken. En toen zei ik, just quit the match, please. Yes, I go. En toen ging hij weg. En dat was eigenlijk onze eerste aflevering. En dan wens ik jullie een fijne dag nog. Of fijne avond of lichteraan. En dan zeg ik doei doei.